kijkt natuurlijk naar de opstellingen van beide ploegen. En we beginnen met die van Utrecht en daar geen grote verrassingen met. Onsleger natuurlijk nog steeds in het doel. Paas is er nog niet bij. Warmerdam, Hoogma, Jansen en Van der Marel achterin. Jansen weer terug in de basis. Vorige keer dat hij in de basis stond was dat voor hem geen groot succes. Toen viel hij geblesseerd uit. Het middenveld met Gustafsson, Van Overheem en Ramselaar. En voorin is Dalmau de spits. Clubtopscorer Mahi zit dus op de bank. En Elia en Kerk spelen vanaf de vleugels. Bij Groningen is er nogal wat te doen om hoe ze nou precies staan, want het wil nog wel eens wat wijzigen. Achterin is het nu wel vertrouwd geworden met Pat in het doel en dan die vijf man achterin. Gudmundsson, Van Hintem, Itakura, Dammers en Dankerlui. En dan heeft Danny Buijs gezegd, het is een soort 5-3-2. Dus Joosten, een beetje hangend vanaf links natuurlijk, in de buurt van Larsen. Da Cruz zal ook voorin veel opduiken. Van Kaam dan als een van de controleurs en El Mesoudi met zijn scorend vermogen zal ook aansluiten bij de mensen voorin. Pat dus nog in het doel, het is bijna niet meer voor te stellen. Een FC Groningen zonder Pat sinds 2014. Hoe is het nog goed ineens van Overeem? Elia. Kerk. Paasje is fraai op Ramselaar en die schuift hem voorlangs. Hele goede paas van Kerk. Loopactie goed en afronding net niet. Bal wel wat aan de harde kant voor Strand Larsen. Denk ik voor de corner. Die komt er niet. Ja, dat is het doelpunt natuurlijk ook wel aardig. Strand Larsen krijgt die bal voor. En dan staat Groningen met de eerste, de beste aanval die eigenlijk ergens op lijkt. Gewoon een voorsprong. Met dank aan Strand Larsen. Maar dit is toch een bal te hard bij de cornervlag met twee man van Utrecht bij hem. Waarmee hij eigenlijk niks kan. Maar ik denk, nou weet je wat, ik hou hem bij me. Ik breng hem voor. En dan is het raak. Geen El Mesoudi, maar dan is het de oudspeler van Utrecht. Die op precies het juiste moment, op precies de juiste plek is om Groningen voorsprong te kopen. Centrum is natuurlijk overvol. Itakura stapt daar nu op het juiste moment in. Dat is weer een moment voor Groningen. Strand Larsen zelf, ja, dat is weer een goed schot hoor. Utrecht speelt Groningen eigenlijk in de kaart. Speelt die bal in naar het centrum waar het vol is. Groningen heeft daar sowieso al drie verdedigers staan, waarvan Itakura de één is. Die schuift op het juiste moment in. Ja, en dan komt er ruimte bijvoorbeeld voor Strand Larsen. Nu kan Utrecht wellicht omschakelen. Elia, bal kwijt. Dankerlui. Mamasoudi. Dan Larsen aannemen en dan schieten en scoren. Ja, natuurlijk. Dat is 2-0. Dat gaat kinderlijk eenvoudig. En de waarschuwing die er zojuist was met zijn kans, die er nog net overschoot, is niet besteed aan FC Utrecht. El Mesoudi krijgt alle tijd om de paas te geven. Strand Larsen krijgt alle tijd om aan te nemen, om te draaien en te schieten. En dus is het 0-2. Dit is al onvoorstelbaar. Niemand die echt naar hem toe gaat. Ja, en dat het centrum van Utrecht het zo makkelijk laat gebeuren hier. Geeft te denken. Hij doet weer alles goed, Strand Larsen. Aannemen, draaien. Nog één keer even goed leggen en hem erin schieten. Hop, hop. En 0-2. Zesde van het seizoen. Maar er gaat achterin een hoop mis bij Utrecht, bij de tegentreffers. Het is dat weer van Elia zit niet heel fijn in de wedstrijd tot nu toe. Schiet hem zo naar Strand Larsen. Die is er één kwijt. Heeft wel wat ploeggenoten toch voor het doel. Och, Joost er bijna achter zijn standbeen langs. Strand Larsen heeft volgens mij vijf ballen gekregen waar hij wat mee kon. Dat heeft een assist. Een bal net over een doelpunt opgeleverd. En hier staat hij weer aan de basis van een kans. Wegwerpgebaar. Frustratie natuurlijk, zal last hebben. Moet er ook een wissel meteen komen. Dan is het beperkte voordeel dat Haken heeft
Zou ongeveer een tegenvallen zijn als Elie uitvalt, dat hij wisselmogelijkheden genoeg heeft. Dat was geen heel fijn begin van 2021 voor Elia. Lange bal. Dit is goed. Ja, dat heeft Utrecht nu ook doorgegeven aan de keeper. Terwijl Jansen even last heeft. Ik weet niet of het daar dan mee te maken heeft. Maar in ieder geval kan de wissel nu mogelijk worden gemaakt. Maar is het volgende probleem voor Utrecht ook daar? Nee toch. Mahi voor de geblesseerde Elia. Ja, hoeft dus nog niet vervangen te worden. Itakura raakt Gustafsson in de poging om voor zijn man te komen. Mamesuri, daar gaat Dankerlui, maar er is ook Ramselaar. Gustafsson. Warmedam. Mamesuri. Ligt toch niet het meest voor de hand om zo uit te verdedigen? Ramselaar. Schot van richting veranderd, vliegt erin. En het is een grote fout van Mamesuri. Ongelukkig voor Itakura. Ramselaar scoort, maar het is toch vooral Groningen met El Mesoudi die dat helemaal verkeerd doet achterin. Ramselaar profiteert met een beetje mazzel en vrijwel uit het niets. Utrecht terug in de wedstrijd. Wat is dat nou voor bal? Wat moet Dammers daarmee? Ja, die schiet hem dus zelf verkeerd. Maar El Mesoudi moet die bal nooit op die manier geven. Het biedt Ramselaar de kans en met wat geluk vliegt hij achter pad. Koetmoetson, hier liggen mogelijkheden voor Groningen. Hij heeft Joosten naast zich. Gaat voorlopig zelf stand. Larsen kiest positie, maar daar komt de bal niet. Dit is wel een kans voor Groningen. Komt nu wat meer door dan we in de eerste helft hebben gezien. Dankelaar. Sorry. Buijs vindt dat hij wat sneller moet spelen. El Mesoudi was het niet eens met de opmerking van Buijs dat hij wat sneller moet spelen. En ik had niet de indruk dat Buijs het weerwoord van El Mesoudi heel erg kon waarderen. Ramselaar. Kerk houdt hem wel binnen, krijgt hem hard voor en de bal schiet door, valt voor Warmerdam en dat wordt geblokt door Itakura. Daar had met wat meer overtuiging Warmerdam voor 2-2 kunnen zorgen. Het schot leek wat ingehouden, wat te zacht. Kopbal en nog een kopbal, pad tot twee keer toe, de lat zit daarbij. Dat was nog een aardige reflex van de keeper. Omdat Mahi van heel dichtbij die bal nog vrij hard, maar wel recht op de keeper afkopt. En dan is het tweede handje uiteindelijk niet nodig, de bovenkant van de bal. Van der Marel. Weer Van der Marel. Kerk, randje bij het spel, maar daar net niet overheen. Voorzet komt niet aan. Ik een overtreding op Itakura. Het schot erna is hard en vliegt net naast. Itakura werd er toch stevig geraakt. Is dit dan ook het moment voor de wissels? En nu dan de dubbele wissel. Gustafsson net eens uit, Jansen eruit en in de ploeg komen Emanuelsson en Silla. Ook in 2021 gaat het allemaal niet vanzelf bij Utrecht, dat is duidelijk. Tegen een
Verdedigend sterk Groningen. Komt daar misschien nu wel weer eens een kans aan. Als Mahi hem goed voorgeeft. Ja, daar is de kans. Maar hij wordt naastgekopt door Dommau. Derde serieuze kans voor Utrecht in de tweede helft. Buijs en El Mesoudi die hebben straks een hele terugreis in de bus om met een en ander nog door te spreken. Loop met je man mee, was nu de boodschap voor hem. Mahi, uitstekend. Hij doet precies wat hij moet doen. Komt hij net niet lekker genoeg voor Dalmau, maar een goede actie hoor van Mahi. Van de streek. Staan er vier voor het doel te wachten op de voorzet. Daar is Van de Streek er één van. En Van de Streek komt niet tot een schot. Want het wordt maar weer eens geblokt door Itakura. En daarna geblokt door Van Hinten. Voorzet moet eruit worden gehaald, wordt aangegeven. Dat gebeurt in eerste instantie. In tweede instantie niet. Krijgt Mahi hem verkeerd op zijn hoofd. Soeslof controleert hem niet. Nou zet Utrecht toch echt aan. Ja, het moet ook wel. Toch minder dan 5 minuten te gaan. Is daar de kopbal en is daar Pat die redt. Dit is geen buitenspel. De kopbal is op zich heel slim bedacht. Van de Streek deed het enige wat hij kon. Loopactie was echt perfect getimed. En dan krijgt hij die bal en moet hij hem ineens over Pat koppen. Maar dat lukt net niet. Twee minuutjes nog. En daar is Kerk. En Kerk schiet hem erin. Daar zit ook ergens een arm bij. Er wordt geappelleerd door Pat. Het is 2-2 voorlopig. Kerk heeft gescoord. Maar Pat appelleert voor Hens. Als hij de bal inderdaad op zijn arm heeft gekregen, of wat voor manier dan ook, dan zal hij niet tellen. Dus wordt hier nu naar gekeken. Of er contact is geweest, ja. En als er geen beeld te zien is, nee, hij telt. Er is geen beeld waarop te zien is dat de bal op de arm komt. Kerk scoort, hij telt, het is 2-2. Wordt het dan weer een gelijkspel voor Utrecht. De ploeg die zelden verliest en zelden wint. En dan is het afgelopen, speelt FC Utrecht weer gelijk. Maar de teleurstelling is er vooral bij Groningen, omdat die in de extra tijd nog de overwinning uit handen geven.